Wij volgen de ontwikkelingen met argusogen. We hebben zaken besproken met de minister van Justitie en hij heeft beloofd dat ze zullen worden uitgevoerd. Dit zei Wendel Oosterwolde, interimvoorzitter van de Bond Personeel Brandweer Suriname. Hij ging in op vragen over het verloop van de gesprekken met justitieminister Kenneth Amoksi, nadat de leden de vorige week hun ontevredenheid hadden geuit bij het kabinet van de vicepresident over de uitvoering van het wensenpakket. We hebben zaken besproken, tenminste die twee hot items waarvoor we daar waren. Het is komen te rollen, maar met die verstanden dat zaken in orde gemaakt worden. In het wensenpakket hadden we twee zaken gelegd, welke prioriteit met de prioriteitsstelling. En die hebben we dan gevraagd om die zaken dan zo snel mogelijk in orde te maken voor de brandweerpersoneel. Oosterwolde zegt dat het gesprek met de minister goed is verlopen. De bewindsman heeft een open oor en dat is een teken van bereidwilligheid. De minister heeft aangegeven dat er zeker schot in de zaak komt. Nou, het is een. Tenminste, die zaken zijn al opgesteld, het raadsvoorstel. Je weet het, het is vanwege de bureaucratie, moet het een paar weken gaan bewandelen. En daarmee is men er iets gestart. Dus er is nog geen datum vastgesteld of een ultimatum. Maar belangrijk is dat de zaken in orde worden gemaakt. Op het moment dat wij dan aangeven dat wij verder willen praten, dan staat de minister wel open daarvoor. Oosterwolde is blij dat er eindelijk gewerkt zal worden aan het wensenpakket. De interimvoorzitter zegt echter dat als zaken weer stremmen, er direct aan de bel getrokken zal worden.